Welkom bij De Wereld op je Bord. Vandaag trekken we naar het Iberisch Schiereiland voor een ronduit feestelijke maaltijd uit de zonnige Spaanse keuken. De Spaanse keuken is altijd een beetje vakantie. En Juan Luis doet je zin krijgen in zongrijpt vetse producten en smakelijke ingrediënten. De gepassioneerde chef uit Malaga volgde zijn hart naar België en maakt nu hier het mooie weer met zomerse gerechten vol zon, passie en smaak. Want zo proeft Spanje. Dag Juan Luis. Hey. Heeft de Spaanse keuken geheimen? Geheimen? Oei, die Spaanse keuken, nee. Simpele keuken met heel belangrijke producten. En wat is er dan zo belangrijk aan die producten? Wat is belangrijk aan die producten? Die verse zijn. Dat is typisch in iedere stadje van Spanje. Dat is zo in een markt. Iedere dag in een markt. Met zijn groenten, met zijn vlees, met zijn vis. Zoals hier in Hasselt, die gaan dinsdag en vrijdag. Dat is iedere dag. Ja, ik denk dat onze tomatjes in Hasselt er iets anders uitzien dan de Spaanse. Ja, dat is normaal. Het belangrijke van mijn producten te hebben is de zon. En dat in Spanje die hebben veel. Ja. Zijn er veel verschillen tussen de Spaanse keuken in de verschillende regio's? Ja, Spanje is een immens grote vergelijk met België. Dat is 5 keer België of meer, denk ik. En je kan van de noorden van Galicië, zijn pulpo a la gallega, zijn zeevruchten, Asturias, goeie stukje vlees op de grill of à la plancha, Baskeland. Ik denk dat het zijn pinchos. Pinchos? Pinchos. Wat is dat? Pinchos, niet pinches. Dat is niet de pinches voor te drinken? Voor te drinken? Nee. Dat zijn pinchos voor het eten. Echte typische tapas van Baskeland. Die zijn een stukje van de stokbrood. Met een stokje boven. Dat kan zijn een beetje Russische salade met een stukje paprika en een stukje anchoiske. Met dat prikken altijd. Die mensen die kiezen die pinchos dat die graag eten, die steken in boord. En daarna de rekening die wordt getallen, iedere stokje, zoveel pinchos. Ja, ik vind Spaanse keuken heel lekker, maar het is eigenlijk jammer, want je vindt dat niet vaak bij ons in Spaans restaurant. Ja, ik denk, je moet terugkomen naar dezelfde verhalen. Dat kan zijn die mensen die niet te veel producten te vinden of moeilijk te bereiken. En dat kan ook, die blijft liggen onder de zon ook. Ja, liever naar hier te komen. Ik ben alleszins blij dat jij wel naar België bent gekomen. Allee, merci, hè. Jij gaat mij vandaag iets lekkers leren klaarmaken. Iets typisch Spaans, heb je een idee? Ik ga een paella maken. Paella, ik had er stiekem op gehoopt. Goed, paella, dat is ook zo wat het Spaanse gerecht, hè? Voilà. Dat zijn verschillende soorten van paella, zeg maar op. Die belangrijkste is de rijst, hè. De mensen die eten paella in Spanje voor de rijst. De rijst die komt bij. Oké, we gaan starten. We hebben de paella pan. We steken in een goede vorm van olijfolie. Een goede geut, precies. Ja, heel goed. Die bodem van de paella, die moet vol zijn. Zo, gewoon overal. Dan niet een klein beetje. We gebruiken een groene paprika in een rode paprika. We gaan vandaag in een paella mixta maken. Hè? Mixta, dat bedoel vlees en vis. Wij maken hier ook wel vaak paella. Doen we dat dan goed? Of wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat als die mensen die eten hier in de restaurant, dus oké. Maar als die mensen die vragen voor die paella voor mee te nemen, dat is anders. Die paella is in een gerecht dat die moet de mensen wachten naar de paella. Niet de paella wachten naar de mensen. Begrijp je wat ik bedoel? Die rijst die moet klaar zijn en die moet... Meteen gegeten worden. Ja. We gaan in een paar of drie tandjes look. Voilà. In een half ei. Voilà. Het is heel belangrijk met de vuur te spelen
Dani van alles gebeuren de paella pan. De sofrito klaarmaken, de vlees klaarmaken, de calamar. Dat komt geen ene keer x buiten. En wat bedoel je met de sofrito? De sofrito is, zoals altijd in de gerechten van Spanje, de basis. Peper, ajuin, look, peterselie en tomaat. We gaan nu de vlees gooien. We hebben hier kip. We hebben varkenvlees. Voilà. Die calamar nog niet. We gaan eerst die sofrito. We gaan voor de sofrito de tomaat B. En daarna we gooien de calamar. Want die calamar die wordt rap klaar. We laten even een beetje kleur geven naar de vlees. Een beetje vuur terug harder. En dat moet altijd spelen. Dat niet laten verbranden. Altijd roeren, overal. Zie je, als die kleur van de vlees is veranderd, we laten even het vuur stil en we gaan met onze tomaat. De paella, normaal niet te veel tomaat. We gaan 3 tomaten bij. Misschien is te veel, misschien met 2 is genoeg. Kan ik intussen iets helpen? Ja. Weet je wat je kan doen? De decoratie klaar te zetten. De decoratie? De decoratie van de paella. We gaan gebruiken voor de decoratie citroenen. Dat we kunnen gebruiken ook daarna. Ah, en ondertussen gooien de tomaat bij. Dat was 3 voldoende. Terug de vuur harder zetten. En tot nu heb je gezien dat alles gebeurt in de paella pan. Ja. Alle sapjes van de vlees, van de tomaat, peterselie, look, alles beginnen. Mooi. Voilà, zie je dat overal is mooi aan koken. Voilà, nu we kan de calamar bij. Ja. Voilà, veilig genoeg. Ik dacht dat je in paella niet mocht roeren, maar dat klopt blijkbaar niet. Die paella die kan niet roeren als die rijst erin is en de fond. Als de alles erin is, die kan niet meer roeren. Dan mag je er dan niet mag gewoon zo. Gewoon zo spelen met de pan en met de vuur. Ja. Wat nu de volgende is de rijst. Dat zijn 2 manieren voor de rijst te gooien in de paella pan. Ja? Dat zijn mensen die gooien eerst de rijst en daarna de fond. En dat zijn mensen die gooien de fond en daarna de rijst. Dat zijn 2 manieren of 2 tactieken voor de paella te maken. Ik graag liever dat die rijst die neemt alles smaak zo en daarna de bouillon gooien. Wat belangrijk is, is in een paella die moet socarrón hebben, maar niet plakken. Ja. Socarrón die noemt hè, naar die korreltjes van de rijst die blijft mooi plakken op de bodem van de paella pan, maar die niet verbrand zijn. Dat die mensen dat kan daarna kraven in die paella pan en lekker krokante de rijst zitten. Hè. Voilà. We gaan nu de volgende. We hebben hier de citroenen dat we gaan gebruiken. Goed gesneden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je bent je beste gedaan. Die zijn perfect gesneden. Ja. De piquillo paprika. We gaan gebruiken ook op decoratie. Maar we hebben hier, ik noem dat berassi, maar dat is de seizoen nu van de artisjok. Ik heb laten koken even en groene asparges. Dat zijn de 2 lievelingsgroenten van mij. We gaan de groene asparges gesneden, puntjes. We gooien nu erin, alleen de puntjes die laten voor de laatste, want die zijn zachte. We gaan die rijst gebruiken. Dat is de bomba rijst, dat is de topkwaliteit van de rijst. Dat zie je precies zo in een kapot granen is. Dat de granen die zien er niet moeit uit. Dat zijn precies zo bolletjes. Ja, die is zo ronde granen, ronde korntjes. Hè. Maar dit is fantastisch en je ziet het resultaat daarna. Die is van de nature, van de albufera, van de nature reservatie domein in Valencia. Dat is puur natuur. Ja, voilà.
Anna, we gaan hier de reis gooien. Kijk, hè. Ene. Ja? Twee. Je handen vol, hè. Drie. En altijd zo precies aan de regen is. Vier. Vijf. Zes. En dat zijn we. Maar als die komt iemand langs en die graag eten bij, we gooien iemand bij. Oké? Of misschien iemand die te veel honger is. Voilà. We roeren nog een keer. Terug. Nu mag het nog. Ja, nog een keer. Kijk. Mooi roeren. Vuur harder. Daar reis die neemt alles een smaak. Oh, la 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 la. Ik dacht dat er veel meer rijst in moest. Nu lijkt dat zo weinig. Weinig, hè. Gaan je zien. Oké. We hebben onze rijst erin. We zijn nog altijd aan het roeren. Vuur is stilletjes, want we gaan onze safran bij. Poeder van safran, geen draadjes. Piep, 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 piep. Eén. Oké, terug vuur aan. Terug roeren. En die zie je, die kleur van de safran, die beginnen... Ja, heel snel geel, hè. Voilà. Nu, we gaan de bouillon bij te zetten. Ja. We hebben vandaag in een vis bouillon. Normaal, dat kan kip of dat kan groentje bouillon. Dat maakt niet uit. Normaal is voor portie rijst 2 portie water. Dat is altijd zo. Nu, gambas. Die puntjes van de asparges. Je kan voor mij gesneden die artisjok. Zo doen. Die puntjes. Eruit. En dan de half. Ja. En dan we gaan gebruiken ook op de laatste moment. Ja? Oké. Mosselen bij. En schalapjes bij. En dan onze gambas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Meer is niet nodig. Vuur aan. En nu, we gaan niet meer aan. Gewoon spelen. Even die puntjes van de asparges, dat moet ook bijvoegen. Die mogen er nu al bij? Ja. En zie je, dat de enige wat we gaan beginnen nu te doen, voilà. Met goesting, met passie, alles in dezelfde richting. Dat gaat altijd blijven in die plaats. Want de enige wat we gaan doen is gewoon zo. En spelen met de vuur. Ja. Ja? Hoe weten wij nu wanneer dat de rijst klaar is? Ja, normaal, als die sap is weg, dan moet de rijst klaar. Ja. We gaan met de sap spelen voor te krijgen in een saperig paella of in een droge paella. Dat zijn mensen die graag droog, dat zijn mensen die graag saperig, dat gaan mensen al dente, dat gaan mensen een beetje over. Iedere rijst, normaal van die soorten rijst, die moet koken tussen 20, 30 minuutjes. Ja. Maar ondertussen, Hanna, alsjeblieft, geef me de artisjokken. Artisjokjes, zo lekker, hè? Lekker, hè? Graag. Graag je artisjokken? Heel graag. En weet je hoe klaarmaken de artisjokken? Ja. Komt met heel veel water, citroentje erin, hele artisjok erin. Super. En nu de piquillo paprika's. En hoe zeg je dat? De wat paprika? Piquillo. Piquillo, die komt van hoekje. Die zijn pepers met in een hoekje. En wat is daarmee gedaan? Die zijn gerooster en met houtskool. Voilà. Hanna, we gaan hier de paella laten verder koken. Ik denk dat is bijna 10 minuutjes klaar. Wat denk je, in een glasje rode wijn
drinken hier in de keuken. Hè. Dat moet niet alles aan tafel gebeuren. Ik vind dat ik hier goed verwend word. Hela. Voilà. Danse del mar. Rode wijn van de streken van Carignana. Carignana, zuiden van Aragon. Droge, koud in de winter. Warm in de zomer. Voilà. Salute. A nuestra paella. Op de paella. Op de paella, oké. Lekker. Mm. Hoe graag jij hangen? De paella, saperig of droge? Een beetje tussenin. Niet te droog. Sowieso niet te droog. En socarrón of geen socarrón? Wat stel je voor? De echte typische mensen van Valencia die eten met socarrón. Met dan? De garçon die vragen hier stelt. Hey. Graag jullie de paella met of zonder socarrón? En die klanten kiezen. Doe dat met socarrón. Dan moeten de mensen wachten naar de paella. We laten 10 minuutjes. Rust. Van het vuur. Hier. Ondertussen we genieten voor de decoratie te doen. Citroenen voor iedereen. Wat denk je nu? Ik denk dat het er heel geslaagd uitziet. Ja? En nu 10 minuutjes laten afkoelen. Enfin, laten intrekken een beetje. Ja. En dan ondertussen die mensen aan tafel gaan en proeven, hè. Voilà. Hanna. Ma, kijk eens aan. Amai. Voilà. Zal ik u een mooi bordje opscheppen? Zeker. Ondertussen gaan een beetje rode wijn schijnen. De rest van de fles. Alsjeblieft. Mercikes. Smakelijk, hè. Salute. Buen provecho. Y viva España. Oh man, dat ziet er zo lekker uit, hè. Ja. Van waar in Spanje ben je eigenlijk? Van Magala. Oh, ja. Als mijn kleine zoon Sebastian, hè, als kleine was, die zei: papa, we gaan naar Magala. Ik zei, dat is goed. Magala. Het is Malaga, hè. Malaga is mooi, hè. Ga je daar nog vaak terug naartoe? Mijn familie is allemaal daar, hè. Iedereen is daar, mijn moeder is daar. Mijn zus, mijn broers. Iedereen is daar, hè. Die paella is echt fantastisch lekker. Ja? Ja. Merci, hè. Merci. Vooral ook omdat ik de rest van de schotel mee naar huis mag nemen. Ja.